Voor Leon uit Malawi zijn sanitaire voorzieningen helemaal niet vanzelfsprekend. Hij heeft nog nooit onder een warme douche gestaan of in bad gelegen. Als er geen sanitaire voorzieningen zijn, gaan mensen op zoek naar andere manieren om zichzelf schoon te houden. Ze wassen zich bijvoorbeeld in de rivier. Omdat andere mensen zich ook in de rivier wassen, is het rivierwater helemaal niet schoon. Sterker nog, via rivierwater verspreiden zich allerlei gevaarlijke ziektes. Wel 8 van de 10 ziektes in arme landen wordt veroorzaakt door vervuild water en door het gebrek aan sanitaire voorzieningen. Dus je snapt wel dat er snel wat moet gebeuren in Malawi en in andere arme landen. Niet alleen is schoon water nodig om te kunnen drinken, de mensen in arme landen hebben ook schoon water nodig om zich te kunnen wassen. Dan zullen veel minder mensen ziek worden en doodgaan. Gelukkig wordt er door allerlei hulporganisaties hard gewerkt om te zorgen dat in de toekomst iedereen schoon drinkwater heeft. Schoon en veilig water is van levensbelang. Het is een eerste levensbehoefte. Iedereen heeft er recht op.